Ik ben begonnen op mijn 7e. Mijn vader die heeft me leren schaken. En ik mocht eigenlijk nooit schaken, want hij dacht allemaal die rare schakers op de schaakclub. En zij leerde me wel thuis de regels, totdat ik volgens mij 8 was. En toen vroeg hij, wat wil je voor je verjaardag? En toen zei ik, ja, ik wil naar de schaakclub voor mijn verjaardag. En toen heb ik voor mijn verjaardag een avondje op de schaakclub gekregen en toen ben ik blijven schaken. Ik denk jaar of 14 en toen was een van mijn eerste toernooien gelijk het NK. Mijn ouders die hadden niet gezegd dat het het Nederlands kampioenschap was. En toen speelde ik heel goed en toen won ik samen met een ander meisje. En toen mocht ik naar de Europese kampioenschappen. En dan ga je wat meer trainen en toen dacht ik, nou, misschien moet ik hier wel mee door blijven gaan. Nou, ambitie is ook weer, vroeger was ik iets ambitieuzer dan nu, want ik ben een tijdje wat minder aan het schaken geweest. Vroeger vond ik het vooral leuk omdat het een spelletje is wat ik heel tof vind. De mensen zijn leuk, je mocht de hele wereld rondreizen en je kreeg allerlei mooie schaaktoernooien als aanbieding. En nu is het lastig omdat ik dan fulltime werk. Dus nu kan ik niet zo heel veel meer trainen, dus de ambitie is misschien iets minder dan vroeger. Maar ik denk gewoon de leuke toernooien en het leuke spelletje. Nou, ik ben docent, dus misschien is dat... ik probeer altijd mijn studenten wel dingen bij te brengen. Zoals vroeger konden wij gewoon communiceren zonder mobiele telefoons. En nu moet het allemaal met mobiele telefoons. En ik heb een tijdje schaakles gegeven, meegegaan naar uitzendingen. Dus ook een beetje de jongere generatie leren schaken. Ik denk dat wel belangrijk is dat er ook nieuwe generaties aankomen die straks het stokje van ons kunnen overnemen.